We zijn weer terug bij Finesse Bodyline Clinic. Dit instituut doet naast non-invasieve vetvermindering ook aan een gezichtsbehandeling die huidverslapping tegengaat. Ultherapie is een methode waarbij we de huidverslapping tegengaan. De collageenlaag van de huid wordt steeds dunner met verloop van de jaren. En je huid gaat dus dit doen. En daardoor verschijnen van die vervelende hamsterwangetjes op de onderkin. Ultherapie zorgt ervoor dat die kaaklijn weer steviger wordt. En waardoor je ook weer wat frisser uit gaat zien. En het is geen methode tegen rimpels. Het zorgt ervoor dat de verouderingsprocessen in de huid minder worden. Bij ultherapie wordt er een applicator op de huid geplaatst die door middel van ultrageluid aangeeft waar nieuw collageen aangemaakt moet worden. Het is heel belangrijk dat we kijken naar de huidverslapping zoals het op dit moment is. Ultherapie is een methode die zorgt dat die huid steeds in stapjes verbetert. Dus de boodschap is ook eigenlijk wel hoe eerder je erbij bent, hoe beter het resultaat is. Wacht je tot je huid zodanig verouderd is dat de collageenlaag heel erg is afgenomen, dan is het natuurlijk heel moeilijk om meer die collageenlaag weer op te bouwen. Daarnaast zijn ook externe factoren van belang. Rook is funest voor de huid en dat betekent dat mensen die roken kunnen we helaas niet behandelen. Ultherapie is bij uitstek een behandeling die geschikt is voor het gezicht, maar is ook prima te gebruiken bij de décolleté, de kipfiletjes onder de armen en in sommige gevallen huidverslapping aan de buik. Het is geen blijvend effect, want je stopt niet het verouderingsproces. Dus meestal is één behandeling voldoende. Daar kan je 2 tot 4 jaar plezier van hebben en daarna kan je de behandeling ook nog een keer herhalen.